Sjoerd Ars, 4-1 winnen in Spakenburg van Jong FC Utrecht. Voor jou, eindelijk? Nou ja, eindelijk. Het is natuurlijk wel lekker dat je vandaag in de basis mag beginnen. En scoort. En scoort natuurlijk. Dat is van spits sowieso altijd lekker. Dat bedoelde ik eigenlijk ook vooral. Oké. Okay. Nou ja, ik denk dat we vandaag, als we het goed uitspelen, 3, misschien wel 4 maken vandaag. Het is wel jammer dat we dat weer nalaten. Maar ja, goed, als je ziet wat van veerkracht we de tweede helft tonen, dan is dat wel heel hoopgevend. Ik bedoel, eerst zelf beginnen we echt heel slap. Winnen we heel weinig duels, komen we overal te laat, dekken we niet door. Het was traag, het spel stroperig. Ja, van opbouw van achteruit liep niet heel lekker. En dan nog krijg je eigenlijk best een paar aardige kansen. Dan uit niets valt eigenlijk die 1-0, omdat je toch te slordig bent en te veel achteruit loopt. Nou ja, goed, dan zet je in de rust zet je wat om en zet je elkaar op scherp. En spreek je elkaar ook even aan dat het zo niet kan. Nou ja, goed, en als je dan de tweede helft uit de kleedkamer komen en een duel binnen een paar minuten op slot gooien en daarna ook gewoon uitspelen, dan dat is een compliment voor het elftal. Moest ook wel, hè, vanavond winnen. Ja, was heel erg belangrijk. Weet je, we hebben de laatste weken te veel punten laten liggen. Terwijl we toch redelijk hebben gespeeld, veel kansen hebben gecreëerd. Alleen, we hebben onszelf daarin niet beloond. Maar goed, we wisten ook dat het lastig zou worden. Ik bedoel, volgens mij, als je kijkt naar... Er kwam volgens mij een aantal statistieken langs over de Graafschap uit bij jongploegen. Ook dat was voor de wedstrijd niet heel opgevend. Maar ik ben blij dat we daar vandaag een mooie 4-1 hebben neergezet. En dat ik daar zelf ook mijn steentje aan bij heb kunnen dragen.